Nu? Het is een rainbow. Het is een rainbow. Ik had het gevoeld, De kans op een. Geen een muk en geen een hunchcrow, hè, want die heb ik al, hè. De kans, hè. Zie je mijn been? Het logo is versprongen. Allee! Dus ja, zoals je ziet, een Kangas Kang GX box. Toch. We gaan hier heel veel moeite doen om weer uit de kosten te komen, want Kangas Kang GX is maar 4 en een halve euro meer waard. De Jumbo Card, oei, anderhalve was het euro. Hoeveel meer waard? Ja, dat weet ik niet. Ah, ik weet dat ook niet. Dus de box kostte 25 euro op bol.com. Te duur. Maar omdat het snel moest gaan en bol.com gratis verzend. En ik daardoor punten krijg voor Mobile Vikings om mijn GSM-abonnement. Maar is dat zo? Ja. Je krijgt 3% in punten terug en dan kun je dan aftrekken van je abonnement. Is dat met Urbiland dan of wat? Nee, dat is met wat is dat? Maar dat doet hier eigenlijk niet interessant. Verzaken. Ik vind dat kwee heel interessant. Ja, maar dat leg ik je straks wel uit. Ja. We zijn bezig met Kangaskhan GX. En ja, waarom heb ik dat gekocht? Voor Kangaskhan, omdat ik dat eigenlijk een leuke GX-kaart vond. Ja. Leuker dan uw broer zijn een Alolan Marowak GX. En ja, wat zie je? Een broken bond. Twee. Wat vind ik al niet goed? Ja. Het zijn geen Charizard packs. Dat mag niet. En wat zien we nog? Niet. Lost Thunder. Is met die packs toch weg? Daar zou ik een Malalugia. Rainbow wel een uittrek. Zoals ik al heb gedaan. Want die is nu 35 euro. Dat is die gestegen prijs. Maar jij hebt mij er ook opgelegd, hè? Bij wat op? Met die een 0 euro. Ah, maar nee. Dat komt omdat op dit moment ja. Zeer laag stond qua prijs. Maar de kaart is verdriedubbeld in waarde. Dat is waar. En Evolutions. Evolutions, ja. Een van mijn favoriete sets. Ja, sinds dat ik terug naar Pokémon ben begonnen. 3 jaar geleden. Ja. Ben benieuwd. Dus de kijkers, we gaan het logo weer terugleggen. Voor de kijkers, dus nu is het eigenlijk 3 jaar geleden, sinds dat ik terug ben begonnen met Pokémon kaarten te verzamelen. Ik ben bij 100 al 2 jaar geleden. In die 3 jaar ben ik al vele duizenden, mag toch wel zeggen, duizenden euro's lichter geworden. Allee, eigenlijk nee, niet. Want de weekend staan, hè. Dat maar eigenlijk niet, zich, hè? Want die kaarten zijn geld waard. Ja, dat is waar, hè? Als je een boosterbox koopt. Dus toch kijkers, 70 euro haalt er toch mensen uit altijd. De kijkers hebben dat ook al gezien. Ik ben in bezit van ook wat oudere goederen. Hè? Zoals die Base Set Boosterbox. En daar heb ik wel al wat winst mee gedaan. Dus een mooie Kangaskhan. Kangaskhan, ja. Ik vind dat wijs. Zelf mee. Ook al is hij niet zoveel waard, ik vind hem leuk. Ja, we hebben de Jumbo. De Jumbo kaart moet je ook moeilijk wel een keer doen. Ja, dat is wijk. Dan moet je rustig uithalen. Want binnenkort hebben we ook dus de Jumbo Blastoise GX. Mooie kaart, hè? Mooi, hè? Dus binnenkort, dat gaat binnen 2 weken zijn, wordt dat geleverd. Van meer werk. Hebben we ook dus de Blastoise GX Premium Collection. Alsjeblieft. Dank u. Van waar ga je ze leggen? Hier. Ah, ja. Het is gelukt. Dus dan hebben we ook dus de Blastoise GX Premium Collection. Ja. Heb ik gelukkig goedkoop kunnen aankopen, want ik ging er geen 50 euro voor geven. Gelijk dat ze op bol.com vragen. Dief! Dat is eigenlijk. Een broken bonds gaan we voor laatst houden. En ja. Ik ga beginnen met. Nee, jij gaat beginnen met los. Ah, ik ga beginnen met los. En ik doe dan evolueren. Ik zal voor jou de Lugia krijgen. Ja. Rainbow Rare. Ik vind het jammer dat het geen Charizard packs zijn. Dat is toch wel een slot, is dat de duurste kaart van die set dan? Dacht van wel. Ik heb gewoon de duurste kaart van die set getrokken dan. In een tin. In een tin. In een Jolteon GX tin. En het kon even goed geweest zijn, maar dat weten de kijkers niet, want toen hadden we technische problemen. Even goed kon ik die tin hadden. Dat is waar, ja. Is en sinds een Broken Bones hebben wij besloten om niet meer gezamenlijk dingen aan te kopen. Wij steunen dan liever Beatpost en Tubbo. Ah nee, kost ons geld, hè? Bij Flash. Ah, bij Flash. Ah ja, oké. Okay. Durant. Beertje.
Olifantje. Wormpje. Zeestarretje. Alle. Ja, we moeten Pokémon benoemen, hè? Een schaar. Een schaar? Ja, ik weet het niet zo. Oké, okay. Een schaar. Ik wist niet dat een schaar een dier was. Los Blender. Selkoon. Een kokonnetje. Met stekels. Een leeuwtje. Ja, en. Oh. Een woordje. Die is wel nog geld waard, hè, Moldwell? Ja? Ik denk dat ze daar 4 of 5 euro voor vragen. Ja? Ja, en een halve. Maar is dat een hollow? Nee. Nee, dat is geen hollow. Nee. Dus dat is een dierlijn. Maar van Moltres wordt er nog een halve hit. In orde. Ja. Als beloning krijg je deze kaarten terug. Maar ik heb hem nu verkopen in de Moltres? ik heb hem nog niet. Nee, dat stond direct nog niet Hans. Ah, ik ga hem nu verkopen straks. We gaan straks tot consensus komen. Denk dus, ik dat ik hem nog niet. Evolutions. Ja. Ik ga weer traag over gaan, omdat ja. Ik vind Evolution zodanig leuk. Evolution is wel leuk. Ik ga zelfs nog wat packs kopen omdat het gewoon zo leuk is om open te doen. Nog packs van Evolution, ja? Maar op in Londen dat kost maar nog geen 3 euro. Voor maar moet je echt zeggen wanneer je in Londen zit? Die Hidden Fates packs. Ja, ja. Maar ik wil er echt ook dan hebben ze. Want moet je verzendingskosten betalen. En de kijkers vragen zich af waarom dat voor mij goedkoper is om met de trein naar Londen te gaan dan. Absoluut! De verzendingskosten. Die vragen zich dat zeker af hoor! Maar dat is een van de voordelen aan mijn werk dat ik gratis de trein kan nemen. Oh. Naar overal. Af en toe. En niet altijd. Ja, hoor. Maar ik ga dus gratis naar Londen in eerste klas. Binnenkort. En natuurlijk. En dan krijg ik de Hidden Fates Booster Packs van hem. En dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk een risico voor u. Want dan gaat hij er komen en dan. Ja. Maar ja, gaat dat moeten doen, hè? Absoluut. We gaan. Ja. Caterpie. Wormpje. Ik ga ze benoemen. Ja, ja, maar je verkracht eigenlijk nu mijn Evolutions opening, hè? Met zo'n domme uitspraak. Dus, Caterpie. Edding Gastly. Spookje. City Knights. In wie was ik bang van Edding Gastly, maar zo dreigend. Zo. Ah ja, ja. Kijk hoe dreigend dat Gastly is. Amai, ik verschiet. Ja. Allemaal City Knights, of zoiets. En dan, ja, maar dat is toch wel staan jou, hè? Ja, Diglett! Een wormpje. Diglett was mijn eerste Pokémon in de tijd, hè. De Diglett. En mijn eerste kaart was een Leaven. Het is mooi weer bij een Diglett, hoor. Rattata. Ja. Ja. Een muisje. Ja. Ah, Charmander. Een Hades. We bouwen op met Charizard, de mensen. Fuhil. Ik weet het synoniem daar niet van. En dat is goed. Een drankje. Een choke. Hij is sterk met Choke. Ik weet niet wat voor beest dat is. Een mensje. Dat is een robot eigenlijk. Is dat een robot? Nee, maar Choke is hier robot. Nee, ja, we vergeten. Oeh. Wat zeggen ze? His formidable body never gets tired. Ik denk dat het een gemuteerde salamander is. It helps people by doing work such as moving of heavy goods. Dat is de eerste keer dat ik de beschrijving heb. Ja. Potion. Drankje. Energy. Wow, reverse! Daar brouwen ze ook nog een euro. Ja? Ah, dat heb ik nog nooit getrokken. Geen een beedrill, hè, zoals er juist. Een beedrill! Ah! Marolijn! Waarom? Ja, die gaan we geen aandacht geven. Nee. Dat is droog. Nee. Dus nu komt het, maar eigenlijk is het goed. Nee, ja. Maar dat wil zeggen, normaal gezien moeten we iets spoelen uit een broken bone. Ik echt voor u dat de mensen in Jax kaart hebben. Maar ik heb ook al filmpjes gezien, dus ze halen een full art uit, of een trainer, of een rainbow. Ja. En andere poelen niks. Maar het was iemand uit een Blastoise Premium Collection. Dure box, ja. Nul, niks. Maar niks! Dat is ook held. Dus jij mag Lucario open doen. Ah ja, oké. En ik doe hem met Champ open. Apart, hè? Of... Ah ja, apart is goed, dat is geen probleem. Een beetje spanning. Ik ben er niet wakker van. We zijn al 9 minuten aan het opnemen voor een Kangaskhan. Absoluut, dat is ook gewoon nodig, hè? Ja. Ik heb een vogel, kaarttruc of geen kaarttruc? Doe maar de kaarttruc. Ja, maar niet verklappen, hè?
We hebben dus nu wel een kans om een kaart te vangen. 1, 2, 3. Energy. Energy. Allee, Jordi. Straks spoelen we hondjescrow. Ik zeg niks. Nee, we mogen het niet zeggen. Dan hebben we wel een Jax-kaart. Zie gelijk iets. Zou je niet content zijn met hem, zo hondjescrow? Met de full art wel, want die heb ik nog niet. Energy card! Ja, maar de full art heb ik nog niet. Ik zal de energy card hier ook leggen, dan kan die aanvallen, de Moltres. Ik heb de gewone hondjescrow en ik heb de full, de rainbow, dus. Murkrow. Oh, de Noddish. Ik zal ze hier allemaal leggen. Als er echt niks trekt, heb je toch nog een beetje vulling van het scherm. Hè? Anders valt het een beetje tegen. Hè? Misdrivis. Salamander, Salamit. Glammeo. Vorige keer. Ah, die heb ik een full art. Ja, dat is waar. Uit twee random packs. Zeker. Uit twee random packs. Triple Acceleration Energy. Maar dat staat niet op video. Tentacruel. Salamit. Dat is de beste kaart nu. Het is een rainbow. Kan het op mij? Ik wist het niet. De kans op een... Geen een muk en geen een hondjescrow, want die heb ik al, hè. De kans, hè. Zie je mijn been? Ja, dat is wel de Persian, hè. Het is Persian. Hoeveel is die waard? 10 euro? Of? 7. Ah, 7. Maar het is wel een rainbow, hè. Het is een rainbow. Het is wel een rainbow. Ik mag er niet meer lachen. Het is normaal nog een rainbow kaart, hè? De kans op een rainbow uit zo'n box is heel heel klein. Die wel nog een wijze achtergrond, vind ik. Met zo'n cirkel. En ook al is Persian. Allee. Het is wel een rainbow. Ook geen een Blastoise of zo. Maar wat wel liever een Blastoise of zo had, hè? Maar ja. Toch, we mogen wel content maar zijn dat het is we... een rainbow, bedoel je? Het is een rainbow. Maar is het twee? Het is wel weinig relief. Want ik had het zo nog proberen voelen, hè? Maar het kost niks aan, lijk. Maar ja, het is een rainbow, hè. Het is wel een rainbow. Allee. Ik heb al beschrijving ook op, vond ik. Ik heb al heel veel filmpjes gezien en rainbows worden niet veel getrokken uit zo'n boxen, hè. Nee, ja. Het is dus wel een rainbow, we zijn break-even. Het is in orde. Maar, dat zou ik nu ook weer niet zeggen, hè. Nee, break-even zijn er nog niet, hè. Ik ga die een Moltres opzoeken. Nee. Als het nu een Jax trekt, zijn de break-even. Anders niet, hè. Hij kan ook de mens zijn en daar een beetje. Wat is je? Hij de kaart drukken dan. Ja. Tentacle. Aron. Sancho. Fire Crystal. Devolution Sprayzat. Togeti. Kopni. Arimotassi. Arimotassi. Maar ja. Goed. Maar het wel een rainbow getrokken. Nee, ik moet wel eerlijk zijn. Wat was nu de kans op een rainbow uit zo'n box? Ik heb nog nooit één keer een Acerola uit mijn Charizard box. Een Acerola, die heb ik ook al niet getrokken. En een Generations in een tijd, want Generations is al 3 jaar geleden. Daaruit kon je inderdaad... Dat is wel een leuke achtergrond. Die hadden niet aan mij verkopen voor 2 euro, denk ik. Die Persian, maar ik heb hem ook nog niet. Dat lukt wel niet. Dus ja, voor de kijkers, binnen 2 weken zijn we opnieuw. Allee, het zal iets te lang duren, want alles moet nog gefinancierd worden. Ja, absoluut. Maar binnen 2 weken wordt bij mij thuis. Dus wat heb ik besteld? 2 boosterboxen van Unified Minds, een Elite Trainer Box, een Blastoise GX Premium Collection. En een WCM GX Box, in totaal goed voor, ik denk, ja, 300 euro. Ik heb 2 boosterboxen gekocht, hè? Dus ik ben wel nog benieuwd daar. Maar goed, ik heb er een extra weekend voor wel werken, dus ik heb het dan terugverdiend. Like, subscribe en share. Ja, tot later.